Hoe hou je de jeugd geïnteresseerd in dorpsactiviteiten? Op die vraag heeft het Bloemencorso in Beltrum een antwoord gevonden. Een record aantal mensen springt het water van de Spiegelwaal in voor de strijd tegen kanker. En bierbrouwers zitten in zwaar weer. Voor het eerst in jaren daalt het aantal lokale bierbrouwerijen. Veel slechter kun je het als ondernemer niet getroffen hebben. Goedenavond. Het is weer Corso-tijd in Gelderland. Dat betekent dat na maanden werk van vrijwilligers de wagens aan het publiek kunnen worden getoond. Nou, gisteren was er in Winterswijk een bloemencorso, vandaag in Beltrum en volgende week is het bloemencorso van Lichtenvoorde. Ja, en tijdens die corso's rijden niet alleen grote praalwagens door de straten, maar laten ook de jeugdgroepen zien wat zij gemaakt hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat de jeugd het enthousiasme voor het evenement niet verliest? Met die vraag worstelden ze in Beltrum, want daar dreigde een tekort aan vrijwilligers omdat de jeugd niet doorstroomde. Maar nu lijkt er een antwoord te zijn. Heel veel jeugd dit jaar, klopt, zeker. Wat denk je, hoe komt dat? Ja, dat is echt wel een beetje om de bloemencorso in stand te houden. Steeds meer ouderen vallen misschien ook af. Dus daarom proberen we zoveel mogelijk jeugd erbij te betrekken. Together we will run. Oh, let's try to catch that devil's herd. Frost is in the sky. All right! Sing it! Yippee-yay! Er is in wagenbouwgroep minder en niet dat het dan dat het heel erg is. Maar goed, we willen natuurlijk de corso in stand houden, dus ja. Het geheim van de organisatie zijn lespakketten. Daarbij leggen ze aan kinderen op de basisschool uit wat er nodig is om een bloemencorso te organiseren. En dan laten we alles zien hoe alles reilt en zeilt in over het wagenbouwen. En waardoor ze ook kinderen enthousiast zijn om dan langs te komen bij de wagen. Waarom is dat belangrijk voor dit dorp, voor vele dorpen eigenlijk? De leefbaarheid. Iedereen kijkt uit naar deze drie dagen. Het is een jaarlijks evenement. Voor mij het mooiste feest van heel het jaar en dat voor vele meer mensen, denk ik. En je ziet ook, iedereen is druk. Vooral de laatste twee weken alleen maar druk met het corso. Of je nou op een grote of een kleine wagen kijkt, overal staat veel jeugd. Vind je het spannend? Ja, op zich wel, maar het is ook wel leuk. Ik denk wel dat de jeugd nu wel inziet dat er meer mensen mee moeten gaan doen en helpen om wel de bloemencorso in stand te houden, ja. Gaan we naar een andere jaarlijkse traditie, Swim to Fight Cancer. Dat wordt vandaag ook weer in Nijmegen gehouden. En vandaag deed een record aantal deelnemers mee, meer dan 300. Ze doken de Spiegelwaal in om geld op te halen voor onderzoek naar de bestrijding van kanker. 3, 2, 1 en jullie kunnen los! Doet u voor het eerst mee? Ja. En waarom doet u mee? Voor mijn zwager Ronald. Ja, die heeft helaas kanker. Afgelopen maandag geopereerd. Met de vriendenploeg, goed doel. Dus dit motiveert extra. Ik had heel graag al een keer eerder mee willen zwemmen. Dus altijd al de wens gehad om mee te zwemmen. En afgelopen jaar zelf kanker gehad. Gelukkig genezen. Dus nou wil ik graag helemaal terug doen en aan mijn conditie werken. Dus topcombi. Ja. Jullie staan hier om aan te moedigen. Ik zie Willy staan. Ja. Wie is dat? Willemijn is onze vriendin en die doet waterpolen bij Hydrofiel uit Nijmegen. Allemaal studenten. Ja, die gaan keihard strijden vandaag. Ik doe mee om het project te financieren. Dat vind ik gewoon belangrijk om meer onderzoek te doen naar deze ziekte. Jij zou eigenlijk meedoen. Nu heb je allebei je armen gebroken. Maar je bent er wel. Ben je dan om aan te moedigen? Wat is... Ja, ik kom zeker even kijken hoe het gaat. En ik vind het wel gewoon goed om te zien dat andere mensen daar dan wel gewoon voor instappen. Veel geld opgehaald? 3000 euro. Ja, alles helpt. Ja, uiteindelijk hebben de deelnemers in Nijmegen samen 160.000 euro opgehaald voor de bestrijding van kanker. Dan een lekker lokaal biertje. In Gelderland zijn er opties genoeg voor. Maar voor het eerst in lange tijd nam vorig jaar het aantal bierbrouwerijen af. Ook Durs, het biertje dat geliefd is bij veel Arnhemmers, leek vorige maand te gaan verdwijnen. We wisten dat er wat aan zat te komen bij verschillende brouwerijen waar het niet zo goed ging. Durs was wel een verrassing, omdat ze hadden nog goede toekomstplannen. Dus ik was inderdaad wel wat verrast dat zij het niet hebben gered. Ja, maar dat konden Pieter en Jaap Lok uit Velp niet laten gebeuren. Zij besloten het merk Durs over te nemen, want zij blijven ook in 2024 geloven in lokaal bierbrouwen.
Het leuke van bierbrouwen is eigenlijk super trots te zijn wanneer mensen op het terras zitten en ze drinken jouw biertjes, kijken of naar het glas en zeggen, dit is eigenlijk hartstikke lekker. Deze Gelderse broers begonnen vorig jaar met hun brouwerij. Niet zonder risico, volgens de oud-voorzitter van de branchevereniging. Kosten voor verpakkingsmaterialen gingen omhoog. De accijns is omhoog gegaan. En met name de accijns voor de kleinere brouwerijen door een andere manier van meten. Corona heeft natuurlijk ook gezorgd dat je soms kreeg je leningen, maar die moet je niet terugbetalen. Dus het is eigenlijk een plus, 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 plus. Dus veel slechter kun je het als ondernemer niet getroffen hebben. Omdat in een korte tijd, en dan zeker voor al die brouwerijen die start-up zijn, ging dat allemaal omhoog. En dat maakt het niet makkelijk. Wij zijn natuurlijk nu startende. Spanning is altijd, maar het zorgt voor het spanning doen van het geheel. Vaak op onze, letterlijk op onze bek gegaan, omdat het echt heel erg zwaar is. En we hebben heel veel geleerd hoe we een brouwerij moesten en mogen opzetten. Ja, dat gaat goed. Hier, je brouwt uiteindelijk bier voor bierdrinkers en biergenieters. Dus laten we met elkaar zorgen dat die gewoon kwalitatief goede bieren van kleine brouwers krijgen. En dat zit volgens de tweeling bij hen wel goed. Daarvoor ben je ondernemer en je moet gewoon doorgaan. Je zit op een trein, je kunt niet meer stoppen. Zolang we gezond zijn, dan komt dat altijd goed. Bedankt. Straks maken we een ritje met deze oude trolleybus. Die 75 jaar geleden voor het eerst door de Arnhemse straten reed. Dat is nostalgie, hè? Dat is leuk. De politie heeft in de metaalbuurt in Apeldoorn 3 jongeren op heterdaad betrapt tijdens het stelen van scooters. De jongens gingen er alleen meteen vandoor, waarna de politie een achtervolging inzette. Met succes, de minderjarigen werden aangehouden. Een van hen had zich verstopt in een achtertuin. Hij werd gevonden na speurwerk van een politiehond. Het gaat om 2 15-jarigen uit Enschede en Blijswijk en een 17-jarige uit de gemeente Apeldoorn. In Zutphen is de politie op zoek naar 2 mannen tussen de 16 en 20 jaar oud die gisteren rond sluitingstijd een juwelier in de Beukerstraat overvielen. Daarbij werd ook een personeelslid bedreigd. De mannen droegen tijdens de overval donkere kleding en gezichtsbedekking. Daarna gingen ze er op een fatbike vandoor. Of er ook buiten is gemaakt, dat is niet bekend. En vandaag start de Airborne Maand, waarin stil wordt gestaan bij 80 jaar vrijheid. Het is reden voor Vitesse om dit speciale voetbalshirt te presenteren. Het gaat om het Airborne tenue, waarin de Arnhemmers dit seizoen al hun uitwedstrijden gaan spelen. Vitesse staat ieder jaar tijdens één specifieke wedstrijd uitgebreid stil bij de Airborne. En dat is dit jaar op 21 september tegen Jong Ajax. De meteorologische herfst is begonnen, dus eigenlijk zit de zomer er vanaf vandaag op. Het was qua weer een gemiddelde zomer, maar hebben ze dat ook zo beleefd op de camping? Terugkijkend op deze zomer, wat vond u het meest opvallende? Het hele natte voorjaar. Dat was vreselijk eigenlijk. Een buitenregen vinden ze niet erg, een dag ook niet, maar als het een hele week aanhoudt, dan word je het allemaal wel zat. Typisch Nederlands natuurlijk, hè? Altijd klagen of het is te warm, of te nat, of te koud. We zijn erg zuinig op het grasveld. En als het een paar dagen mooi weer, dan was je weer een beetje opgepept. En op een gegeven moment had je weer een bui van 10 minuten. En dan was je weer helemaal terug bij je af. Dat je dan zakte je moed soms wel in de schoenen. De rest was eigenlijk prima. Toen knapte het in één keer op. De mensen ook. Eigenlijk niet te klagen. Best wel goed. We hebben van de week wel een hoofdbui gehad. Elke keer als wij gaan, dan denken we, nou, het gaat eigenlijk best snel. En dan komen we thuis en dan gaan de volgende. En die hebben 3 weken regen. We hebben altijd het zonnetje bij ons. Af en toe flink heet. We hebben geen officiële hittegolf gehad. Ja, maar hebben we dat nodig? Het gras is over het algemeen heel mooi gebleven, hoorde ik ook van kampeerders. Ik denk dat we niet mogen klagen. Ja, wat het weer de aankomende dagen doet, dat zien we zo in het weerbericht. Maar eerst nog even dit. De trolleybus die rijdt al 75 jaar door Arnhem. En om dat te vieren werd er vandaag een bijzondere toertocht gemaakt met het allereerste voertuig, oftewel trolleybus 101. Met een hoop gepiep en gekraak stopte de allereerste trolley van Arnhem voor een nostalgisch ritje door de stad met trolleyfans. Maar ga maar genieten van de rit. En als er vragen zijn tussendoor of we staan even stil, kom gerust naar me toe, kunt het allemaal vragen. Zo'n ritje haalt veel herinneringen aan vroeger naar boven. Ik ben nu 66 en ik kan me deze trolley nog wel herinneren vanuit mijn jeugd. Ik woonde op de Geitenkamp. Dus, Is dat ook waarom u vandaag mee bent? Ja, dat is nostalgie, hè? Dat is leuk. De trolley is een symbool van Arnhem. Ja, het is zeker heel erg Arnhems. Normaal reis ik er de hele wereld voor over. Ik ga onder andere ben ik in Rusland geweest, in Oekraïne, om oude Arnhemse trolleybussen terug te zoeken.
En ik vind het heel leuk om met zo'n oude trolleybus mee te gaan. Dat is toch geweldig om dat mee te maken. Het is de enige stad in Nederland waar de trolleys nog rijden. En vandaag rijden oud en nieuw nog naast elkaar. Ja, en dat onder een stralend zonnetje. Maar die laat zich de aankomende dagen wat minder zien. Vanavond is het in ieder geval nog lang warm. Het is om 9 uur nog steeds ongeveer 23 graden. En in de nacht wordt het niet kouder dan een graad of 17 en het blijft droog. Morgen is het broeierig warm met maxima van 27 tot lokaal 30 graden. En dan neemt de bewolking toe. En in de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien, waarbij plaatselijk ook veel regen kan vallen. Er is in principe weinig wind, maar bij de buien kunnen windstoten voorkomen. Ook morgenavond en in de nacht naar dinsdag is er kans op flinke onweersbuien. Vanaf dinsdag is het licht wisselvallig met maxima tussen de 22 en 25 graden. En dan tot slot. Er moet een goede, onafhankelijke website komen waarop patiënten informatie kunnen vinden over hun behandeling en de risico's daarvan. Dat vinden de Nijmeegse hoogleraar Patrick Jurissen van het Radboud UMC en de Nederlandse Patiëntenfederatie. Recensies over zorg die kloppen nu vaak niet en dat kan soms rampzalige gevolgen hebben. U leest er meer over op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Wens ik u nog een fijne avond.